Odi, afgelopen woensdag bij jou in de achtertuin een rondje verder. Ja, het is gelukkig niet al te laat geworden. Maar lekkere 1-0 overwinning uiteindelijk. Over het veldspel wil ik niet per se hebben, maar we gaan met een goed gevoel naar morgen. Ja, wat even helemaal los van die wedstrijd en met name focussen op het gevoel. Wat blijft er over na die wedstrijd? Ja, zo'n goal in de laatste seconde, dat geeft natuurlijk, ook als het tegen amateurs, vertrouwen. En het is tenminste een beter gevoel dat je de verlenging in gaat en dan weet je niet wat er gebeurt. En nu gaan we gewoon lekker na 90 minuten met 3 puntjes, of een ronde verder naar Dordrecht. Heb je dan nog voorkeur voor iets wat je zou kunnen treffen? Niet zozeer qua ploeg, maar bijvoorbeeld zou je nog een keer een amateur willen loten? Misschien iemand uit onze competitie of juist een eredivisieclub? Nee, als het maar lekker thuis is. Gewoon lekker in het eigen rad verleggen. Ja, dat vind ik prima. Morgen uitwedstrijd FC Dordrecht. Traditioneel een lastige wedstrijd voor NAC. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ik verwacht dat wij het spel gaan maken. Dat zij gaan inzakken en loeren waar ze goed op zijn. Dat is de counter. En daar zijn we op voorbereid. Daar hebben we vandaag op getraind. En het is aan ons, als we goed aan de bal zijn, dat we ze stuk spelen en tot de goals komen. Je ziet soms nog wel dat wij moeite hebben om door een laagstaande ploegen te spelen. Hebben we daar dan bijvoorbeeld morgen een antwoord op? Ja, zoals ik net zei, het ligt aan ons. Wij moeten goed aan de bal zijn. Wij moeten de juiste keuze maken. We moeten niet slordig zijn en de bal verliezen. Want dan gaan zij counteren waar ze goed in zijn. Dus ik denk dat de uitdaging bij onszelf ligt door goed aan de bal te zijn. Focus op jou. Je staat inmiddels op de nummer 10 positie. Hoe is dat? Ja, een positie die ik natuurlijk vaak heb gespeeld, vooral bij FC Utrecht. Een positie die me ligt. Het is natuurlijk weer even wennen omdat je na anderhalf seizoen nu op links aan de buitenkant hebt gespeeld. Maar afgelopen wedstrijd vond ik het prima gaan. En ik denk, hoe meer ik er speel, hoe meer ik me daar weer thuis ga voelen en nog belangrijker kan zijn. Want waar zitten dan die grote verschillen ten opzichte van bijvoorbeeld de linksbuitenpositie? Ja, op de nummer 10 krijg je vaak een bal in de as waar je echt van alle kanten kan worden aangevallen. Dus moet je veel beter oriënteren. Als je links aan de zijlijn staat, dan weet je dat er niemand vanuit je rug kan komen. Tenzij het een supporter is. Maar nee, dat is gewoon iets makkelijker en hier moet je gewoon wat geconcentreerder staan. En aan beide kanten ben je betrokken bij het spel.